het raadsvoorstel Zonneveld Almere Buiten. Het was een hele belevenis deze ontmoeting, want het knetterde flink. Er waren 3 insprekers, inwoners, en die lieten echt wel goed blijken wat ze ervan vonden. En later aan tafel begon het ook lekker te knetteren. Veel discussies, veel debatten. En zoveel debatten dat we volgende week verder moeten, want de tijd was te kort. Ja, wat de PVV betreft stemmen wij niet in met dit onzalige plan om op deze locatie een zonnepark te doen. En meer hoef ik eigenlijk nog niet te zeggen. D66 is voor duurzame energie. Maar de vraag is of een zonneveld in Almere buiten langs de A6 echt op draagvlak in onze stad kan rekenen. Wij hebben het gevoel dat dat nu niet het geval is. Het lijkt ons niet goed om dit ook te doen. Het CDA vindt dat landbouwgrond beschikbaar moet blijven voor landbouw en natuur. De bewoners die op dit landbouwgrond kijken zijn zeer verontwaardigd dat op landbouwgrond de plannen liggen om zonnepanelen te bouwen. Hier heeft het CDA geen goed gevoel over. Leefbaar Almere wil geen zonneveld langs de A6. Belangrijkste reden is dat wij geen zonnepanelen willen in het groenblauwe raamwerk. Bovendien is er te weinig draagvlak voor dit zonneveld onder de bewoners. En ook zien we geen voordelen van dit initiatief van het Rijksvastgoedbeheer voor Almere. Almere willen een energie-neutrale stad worden. En om onze klimaatdoelstellingen te halen, zal Almere 600 hectare moeten vullen met zonnepanelen. En de Partij voor de Dieren is voor zonne-energie. Maar dan wel liever op daken dan in de natuur. Een zonneveld kan een tijdelijke oplossing zijn. Maar natuur is schaars en daken zijn er genoeg. Een zonneveld draagt bij de klimaatdoelstellingen van Nederland. Dat vinden wij als Almeerse VVD belangrijk. Echter, dit zonneveld in Almere buiten vinden wij een zeer ongunstige plek. We willen liever zonnepanelen op daken in plaats van op landbouwgrond. En er is ook geen draagvlak vanuit de inwoners. Wij willen een andere plek voor dit zonneveld. De discussie over het trekveld is een typisch voorbeeld waarbij de belangen van de bewoners en het beleid van de gemeente met elkaar botsen. Wij hebben er als ChristenUnie voor gekozen dat we gaan voor een duurzame, energie-neutrale stad, om dat als Almere te worden. En daarbij is in dit vraagstuk de keuze gevallen op dat wij dit zonneveld wel mogelijk zouden willen maken. Het raadsvoorstel over het zonneveld stelt ons voor een lastige keuze. Want aan de ene kant heb je een energietransitie, een klimaatakkoord waar we aan willen voldoen. En aan de andere kant heb je omwoners die in dit gebied wonen en die ook een mening hebben en die geen overlast willen van dit zonneveld. Dus als Partij van de Arbeid moeten we daar goed over nadenken, zwikken en wegen. Maar wat wij in ieder geval missen in dit raadsvoorstel is een randvoorwaarde dat de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk wordt beperkt. Daar hebben we een vraag over gesteld aan de wethouder. We hopen dat die volgende week goed beantwoord wordt en dan zullen we op basis daarvan onze keuze maken. APOPA is niet gecharmeerd van dit plan. Wij denken dat het veel beter is om eerst de daken van Almere vol te leggen met zonnepanelen. We vinden dat zonnevelden eigenlijk gewoon geen goede nutsvoorziening zijn, omdat het gewoon een onbetrouwbare factor is. 'S Nachts leveren ze namelijk niks op. Bovendien vinden wij het hele participatieproces te treurig voor woorden. Het BPA, Burgerparticipatie Almere, heeft ook gezegd, maak een pas op de plaats en dat stellen wij dan ook voor.